Terreur is het opzettelijk gebruik van geweld om mensen bang te maken, om ze angst aan te jagen. En het woord terreur is al een aantal keer gevallen in de vorige video's. Hè. De naties maakten er veel gebruik van. Maar ja, hoe deden ze dat dan eigenlijk en tegen wie was die terreur dan gericht? Dat staat in deze video centraal. Ja, de eerste slachtoffers van de terreur van de nazi's, dat waren de politieke tegenstanders, zoals bijvoorbeeld de communisten. En eigenlijk was die Rijksdagbrand in 1933 daar ook een goed voorbeeld van. Hè? Dus die communisten die kregen de schuld in de schoenen geschoven uh, van die brand. En uh, ja, die werden eigenlijk zo buitenspel gezet. Maar ja, later uh, kwamen er ook uh, veel meer uh, groepen die slachtoffer werden. Allerlei mensen eigenlijk die niet gewoon in het ideaalbeeld van de nazi's pasten. Zoals zij graag de Duitse samenleving zagen. En dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan uh, Joden en andere niet-Arische rassen. Ja, want uh, de Joden werden door de nazi's gezien als een, uh, als een ras in plaats van als een uh, religie. En uh, nee, die, daar, daar was geen plek voor in ieder geval in uh, hoe de, de naties de wereld zagen. Hetzelfde geldt voor, voor gehandicapten, hè, die waren zwak, uh, die, er was iets mis mee. Dus dat paste totaal niet in dat ideaalbeeld van zo'n sterke Aarische mens. En uh, homo's en lesbiennes, ja, daar moesten ze ook niks van hebben. En ja, zo zijn er nog wel meer groepen te bedenken die slachtoffer werden van de terreur van de naties. Ja, en die terreur die begint eigenlijk meteen vanaf het moment dat Hitler de macht heeft in Duitsland. En dan zie je dat er ook eigenlijk meteen concentratiekampen worden opgericht. En hier zien we het eerste concentratiekamp Dachau in 1933 ook meteen geopend. Ja, en concentratiekampen zijn gevangenenkampen waar uh, dus politieke tegenstanders en andere ongewenste personen uh, zonder rechten vastgehouden werden en waar ze vaak moesten werken. Het zijn dus nog niet die vernietigingskampen zoals Auschwitz, dat zal allemaal later nog gaan komen. In eerste instantie zijn het dus vooral gevangenenkampen. Ja, en ik noem nu Auschwitz en staan hier ook al de Joden op deze dia. Uh, we moeten echt even gaan kijken naar de relatie tussen uh, Hitler en de Joden. Want uh, ja, Hitler en de nazi's maakten eigenlijk gebruik van bestaand antisemitisme. En antisemitisme, dat is vijandigheid tegen de Joden. Dat is iets wat er al heel lang sluimerde in uh, ja, niet alleen de Duitse samenleving, dat je eigenlijk door de hele geschiedenis heen wel ziet. En ja, daar wisten de nazi's goed gebruik van te maken. De, de Joden werden zonder bok voor alles wat er mis was met Duitsland. En ook al meteen vanaf 1933, het jaar dus dat Hitler aan de macht kwam, eh, werden Joodse winkels steeds meer geboycott, eh, werden ambtenaren die voor de Duitse overheid werkten en Joods waren, die werden dus ontslagen. En ja, zo ging het eigenlijk van kwaad tot erger. En een heel belangrijk punt daarbij uh, waren de rassenwetten, die een paar jaar later werden ingevoerd uh, in, in, in Nuremberg. De Nurembergerwetten Wetten worden ze ook wel genoemd, en hier staat er een schema van. En daarin werd eigenlijk bepaald wie er een echte Duitser was en dus ook wie niet. En dat zie je hier in dit schema ook staan. De mensen links, dat zijn echte Duitsers. Want dat zijn, uh, dat zijn mensen wiens opa en oma uh, van allebei de kanten ook echte Duitsers waren. En uh, als er een zwart bolletje bijvoorbeeld staat, dan betekent dat dat, dat, dat die persoon dat die, uh, van Joodse bloed is. Zoals dat gezegd wordt, van Joodse afkomst is. En uh, ja, dan, dan ging het dus mis in de ogen van de nazi's... als dus drie of vier van je opa's en oma's... als die dus uh, van, uh, van Joodse afkomst waren. Want dat betekent dat jouw vader en moeder... allebei ook grotendeels van Joodse afkomst waren... en dat jij dus zelf ook van Joodse afkomst was. En ja, deze uh, wetten die werden dus ingevoerd... om het Duitse bloed, hè, zoals de nazi's dat ook zeiden... te beschermen tegen uh, vreemd bloed. Dat mocht niet meer gemengd worden. Want het gevolg voor de Joden was... Uh, dat ze hun burgerrechten kwijtraken, ze werden echt tweedrangsburgers. ze werden dus niet meer beschermd door de grondwet en ze mochten bijvoorbeeld zomaar opgepakt worden zonder dat ze een eerlijk proces of iets hadden. Ja, en ze mochten dus ook niet meer trouwen of seks hebben uh, met uh, ja, mensen die in de ogen van de nazi's echte Duitsers waren. Dus door die rassenwetten werd de joden echter tweedrangsburgers gemaakt. Ja, nog een voorbeeld van dat antisemitisme uh, komt in 1938 met de zogenaamde Kristallnacht. Dat is echt een, een nacht waarin heel Duitsland Joodse winkels en uh, synagogen, Joodse gebedsgebouwen dus, uh, vernield worden, in brand gestoken worden, geplunderd worden. En dat gebeurt allemaal onder aanvoering van uh, de Sturmabteilung, het partijleger van de nazi's. Ja, en als er één groep is die in het Duitsland van Hitler dus met terreur te maken krijgt, dan zijn het wel de Joden.